Hoi en welkom bij de aanrader. Elke week hebben Dennis en ik twee tips voor jou. Eentje van Dennis en eentje van mij. Het kan alles zijn. Een boek, een film, een Netflix-serie, een game, maar ook een... Documentaire. Nou, vertel maar. Het is Rewind This met een uitroepteken. Het gaat over hoe VHS, hoe groot VHS is geworden in de jaren 80. Door de porno, toch? De jaren 90, onder andere. Maar ook gewoon die hele lifestyle die erachter hangt en mensen die nog steeds VHS-tapes sparen. Dus je ziet gewoon de evolutie van de oude VHS-recorders en die feel die je had bij die oude cassettetapes. En dat je videotheken had natuurlijk, waar je echt ging hangen. Ja. En ook dat heel veel films gewoon uitgebracht konden worden op VHS, omdat ze ook in VHS zijn geschoten. Dus al die dure filmkosten zaten niet aan. En daarom kwamen er zoveel meukfilms uit in die tijd. En het is gewoon ongelooflijk cool, want je ziet ook een aantal van die cover artists. Vroeger werd natuurlijk alles getekend. Ja. Eigenlijk, ten eerste, het is een stukje jeugdsentiment. Je kan mensen een beetje opvoeden. Zo zie je bijvoorbeeld, als je een glitch had in een film, dat betekende dat iemand heel vaak die scène had gekeken. Oh. En 9 van de 10 keer waren het boobies of extreem geweld. Natuurlijk. Allemaal dat soort rarigheid. Sommige van jullie zijn echt niet opgegroeid met tapes. Wij wel. Ja. We hebben echt uren gehangen in de videotheek en we hebben heel veel troep gekeken. Omdat het toch een coole cover had. Het is gewoon echt een supercoole aanrader. En dan ging je naar de videotheek en huurde je een film. En kwam je thuis en was je helemaal vernacheld. Ja. Ja, ook dat. Of dan moest je continu met je tracking, maar proberen er nog een beetje beeld uit te halen. Ja. Of er was niet teruggespoeld. Wat was de beste film die je ooit hebt gehuurd in de videotheek? E.T. E.T.? Ja. Wrong Bet met Jean-Claude Van Damme. Ja, ik heb ook wel veel van dat soort meuk trouwens ook gehuurd. Dat is geen meuk. Ja, dat was... Nee, oké. Okay. Lionheart, roept hier iemand. Ja, ja. We gaan ineens op een Jean-Claude Van Damme film op zoek noemen. Ja. Want dat waren de films die je huurde in de videotheek. Ja, daar heb je wel een beetje gelijk in. Al die troep. Vet. Dus ja, die moet je zien. Zeker. Dat is echt heel tof docu. Ik heb een game deze week. Het is een mobiele game en die game is gemaakt hier in Haarlem. Emiel, je kent het wel? Ja, tuurlijk. Ja, Emiel. Die heeft mij de testversie van zijn game Still Here gestuurd. Ik had zoiets van, oké, ik weet niet wat ik van moet verwachten. Dus start ik hem voor het eerst op. En het is echt een werkelijk prachtig mooie videogame. Handgetekend. Ja, heeft hij maar gesteld. Insane mooi. Het is je speelt met Pip en je gaat op avontuur door een dystopische wereld. Je gaat erachter komen waarom de mens de aarde heeft verlaten. Mm-hmm. En dit is een vlieg- en fladder game. Je hebt een soort van jetpack op je rug en je moet daarmee je moet door die wereld heen fladderen. Je moet allemaal puzzels op gaan lossen. Cool. Het is een werkelijk prachtig mooie game. Ik had het niet verwacht, maar ik ben een klein beetje verliefd geworden op Still Here. Nou, dat vind ik echt goed om te horen, want ik weet dat Emiel er best wel lang mee bezig is geweest ook. En hij heeft er heel veel liefde in gestoken, dus ik ga hem zeker spelen. Ik ken Emiel... We zouden hem niet pluggen als hij niet tof is. Nee, ik ken Emiel helemaal niet, dus gefeliciteerd met je game. Hij is werkelijk prachtig. Zeker. Ja. Ik ga hem proberen, man. Cool. Als jullie trouwens nog goede aanraders hebben, drop ze in de comments. Want we hebben vast helemaal geen reet te doen deze hele week. Met de nieuwe site en zo. Ik ga naar huis, denk ik. Ja, prima. Oké, doei. Doei. Maar welke kant is naar huis? Deze kant is naar huis, hè? Die kant op, ja. Ja, oké.